Scholieren tussen 15 en 24 hebben zich vandaag massaal aangemeld voor een vakantiejob via de overheid. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken is belast met de registratie die tot vrijdag doorgaat. Het ministerie heeft een beperkt aantal plekken, maar wil zoveel mogelijk jongeren een baan bieden in de vakantie. De overheid werkt daarom ook samen met het bedrijfsleven dat ook werkruimte creëert voor de doelgroep. Ondanks de goede samenwerking in het verleden hebben enkele bedrijven zich dit jaar teruggetrokken. Jeugdzakendirecteur Rachel Koningsbloem-Pinas zegt dat de overheid particuliere bedrijven niet kan verplichten mee te werken aan dit project. Wat wij wel doen, wij schrijven alle overheidsbedrijven, parastatale instituten, stichtingen aan. En die nemen wel een paar, misschien tussen de 15, 20. Er zijn ook parastatale als Telesuur, die elk jaar, we kunnen elk jaar rekenen op Telesuur, die altijd tussen de 10, soms 20 vakantiejobbers accommodeert. En zij betalen die dus zelf. En we kijken natuurlijk uit naar zulke partners, want als die zelf betalen, dan is het lichter voor de overheidsbegroting aan de ene kant, zodat wij dan aan de andere kant meer jongeren kunnen accommoderen. En we blijven niet stil liggen. Een paar brieven hebben we teruggehaald, dat er geen ruimte is, dat ze geen mensen kunnen opvangen dit jaar, kunnen begeleiden. En we zoeken. Ik vind dat de overheid, wij als technische staf bij de ministeries, de taak op ons hebben. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de jeugd. En wij moeten dan gaan zoeken of gaan creëren dat er werkgelegenheid is voor deze doelgroep. Omdat het een sociaal component heeft. De kinderen komen omdat ze zelf hun schoolspullen willen aanschaffen en dat ze zo hun ouders ook helpen. Dus wij hebben nog een grotere taak op ons om in die behoefte te kunnen voorzien. Koningsbloem geeft verder aan dat de vakantiejobbers meer worden aangetrokken voor schoonmaakwerk bij sociale instellingen. Volgens haar hebben de scholieren daar geen enkele moeite mee. Al bijna 1,5 uur. Je vindt het niet. Ja, ik vind het erg, het duurt lang. Oh, oké. Okay. Van welke school ben je? IMIO 2. En wat voor werk zou je graag willen? Nou, het maakt niet uit, hè. Zolang er een plek open is. Want mijn moeder was gekomen, maar bepaalde papieren. Mijn schoolpasje was bij mij, dus ik moest het naar hier brengen. Dus vandaar dat ik hier ben. Ietsje later. Ja. Wat voor papieren moet je allemaal hebben? Je schoolpasje, je ID-kaart. Natuurlijk een kopie van je schoolpasje en een kopie van je ID-kaart. En ben je al bekend met het bedrag dat je al zal ontvangen? Ja, ze hebben gezegd 20 dagen ga je werken, 50 SRI is 20 maal 50 is 1000 SRI in de maand. Daar heb ik het berekend. Ben je tevreden? Ja, ik ben wel tevreden. Enkele scholieren die zich vandaag hebben geregistreerd voor een vakantiejob. De jongeren zullen in september 10 dagen werken en ontvangen daarvoor 500 SRI.